Lieve jongens, lieve meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hot Coffee Show. Morgen is het Koningsdag. Hashtag for the king. Mooi. Ja, denk ja, zeg het even gelijk. Een beetje sluik klaar voor Call of Duty Black Ops 4. Want die komt eraan over een half jaar. Ja. Dus dat vieren we kun je vast nu pas, of kun je nu vast hypen. Ja. Kun je hem nu vast pre-orderen. Nou ja, naast me zit Daniel de Zwart. Hey Daniel de Zwart. Leuk, hey, Daniel de Zwart. Dankjewel. Daniel de Zwart heeft een nieuwe baard gekocht. Ja, hij is een stuk korter. Hij is een stuk korter geworden. En mijn haartjes ook. Mijn haartjes ben ik wel tevreden over. Yeah. Ja? Over je baard niet? Nee, het is te kort. Het is te kort. Hij is uitgeschoten. Ja. De barbier. Ja. De barbaar zou je zeggen. Ja, precies. De baardbarbaar. Mooi. De barbierbarbaar. Ja. Stop it. De barbiebarbaar. Mooi. Ja. Anywho, ik was een weekje op vakantie. Dat was allemaal prima. Dat te zien. Dat is dankjewel. En er is ook een bom ontploft in de wereld de games. Namelijk God of War is verschenen. Ja, bizar. Die game heeft echt inmiddels meer dan 30, misschien wel meer dan 40 tienen gekregen. En volgens velen is het de beste game ooit. Zal ik eventjes kijken op de Metacritic wat God of War op dit moment allemaal aan het doen is. Want het is echt, het is bizar. Het is van de zotte. Metacritic score van 9,5. Nice. En je ziet het in de titel al. De stelling is dan ook God of War is de beste game ooit gemaakt. En dit is natuurlijk gewoon wel een beetje een lekkere clickbait titel. Maar het is wel... Laten we het zo zeggen dat ik wel weer blij ben dat er weer een game is die een soort van aanspraak maakt op zo'n soort, weet je, zo'n soort... Dat is wel lang geleden, hè? Het is lang geleden. Nou, was het Breath of the Wild dat? Ja, die kreeg ook wel heel veel hoge cijfers. Nice. Maar dan hebben we alsnog weer een jaar moeten wachten. Eigenlijk is het sinds Breath of the Wild is er niet zo'n game geweest. Nee, maar het is ook heel vaak zo van... Oh, er komt weer een nieuwe Assassin's Creed, er komt weer een nieuwe Call of Duty, er komt weer een nieuwe Battlefield, er komt weer een nieuwe Need for Speed, er komt weer een nieuwe... Dus een... Call of Duty. Hashtag voor de kids. Ja. Nee, maar het is, weet je, het is wel weer zo. Kijk, God of War is gewoon 5 jaar weg geweest. Nou, nu was de God of War Ascension niet echt heel... Denderend. En kut game. Ja, dat wil ik ook niet zeggen. Jawel, wil ik wel zeggen. The God of War Ascension was net als Gears of Judgment. Dat waren echt ja, twee een beetje kut dat, games. Ja, precies. Een beetje je weet ook weer door een andere ontwikkelaar gemaakt. Ja, precies. De haren erbij gesleept. Kijk, God of War 3 is gewoon 8 jaar geleden. Dus dan, weet je, dan is er gewoon weer een nieuwe God of War. Ja, ik moet gewoon zeggen, God of War is ook gewoon goed in de marketing gezet. Ja, hoezo dan? Ja, ik weet niet. Het is, ze hebben gewoon... Ik zie nergens soms... advertenties van God of War. Nou, best wel. Oh, oké. Okay. Ja, maar ze hebben het op een bepaalde manier opgezet ja, om de franchise terug te laten keren. En sommige bedrijven kunnen dat op de een of andere manier. Het is een trucje, die hele camera standpunt. Dat ze hebben gewoon heel goed gekeken. Nee, ja, Dark Souls, dat is het toch gewoon? Ja, maar het is meer hoe ze de game op de markt hebben gezet. Het is, iets is er gebeurd waardoor de game is ontploft. Ja, maar hier kom je niet meer weg. Ik vind dit te makkelijk. Iets is gebeurd in de game, in de marketing. Ik wil nou weten, leg die vinger even op de plek. Wat heeft Sony gedaan? Ja, maar ze hebben de game gewoon helemaal... Omdat de game zo is veranderd, ze hebben er geld in gestopt en dus echt... Keihard gemarketinkt. En ze hebben de ontwikkelaar er echt bij betrokken. Waardoor dus waarschijnlijk die bom is ontploft. En ze hebben heel veel video's uitgebracht de laatste tijd. Ik denk dat dat het gewoon is. De game heeft heel veel aandacht gekregen. Ja. Maar heeft de game niet heel veel aandacht gekregen? Omdat ik denk dat het de emotionele achtbaan is dat die game is. Ik denk dat de mensen dat gewoon niet hadden verwacht. Mensen hadden gewoon verwacht. God of War is Kratos die gewoon een beetje monster aan het rammen is. Maar wat krijgen we? We krijgen een soort The Last of Us-achtige emotionele achtbaan. Ja, maar dat bedoel ik dus. Ze hebben de game helemaal, of de franchise helemaal omver geworpen. Maar ook op een hele goede manier. Ja, dat sowieso. Jij vindt het niet de beste game ooit gemaakt? Nou, onze Amador wel trouwens. Anders had ik het een 10 gegeven. Ja, dat is een tijdje ook zo. Denk ik. Nee, ja... Nee, er zitten gewoon een paar flaws in de game. Gewoon het verhaal is niet helemaal waterdicht. Er zitten wat gaten in en uiteindelijk is het... Op sommige momenten vind ik het doel in de game... Vind ik een beetje een excuus om door de wereld van de Noorse mythologie te lopen. Okay. Je hebt zeg maar aan het begin van de game heb je een wens. En die moet je vervullen en dan moet je naar de hoogste berg van Midgard. Ondertussen krijg je natuurlijk allemaal gekke wezens en allemaal vijanden. En het is niet per se flint. Ja, dat excuus. Dat doel, ja, dat van, excuus is... mevrouw is dood, ik moet nou iets brengen naar de top van de berg. Ja. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat komt af en toe wel terug. En het is zeker... Uiteindelijk is het heel mooi gedaan. Maar ik vind het... Ja, het is inderdaad een beetje een soort excuus om...
op reis te gaan en dat doel te vervullen. En vervolgens een heel verhaal eromheen te creëren. Met Noordse wezens. En, ja. En, nou, ja. Het verhaal is fucking goed, alleen dat doel schiet een beetje. Ja. Ik zit er 2 uur in. Ik ga verder aanstaand weekend ga ik ook spelen. Ik wil het even met iets anders, over iets anders hebben. Misschien zit er wel een stelling die we later nog een keer uitgebreid gaan behandelen. Laat het vooral ook weten in de reacties en laat ik weten wat je vindt van God of War. Maar waar ik het met jou over heb is dat ik altijd een beetje baal als iets een hele goede game is. Omdat ik dan weet, 3 jaar later is elke game zo. En dat vind ik met God of War. Want God of War is natuurlijk eigenlijk al een beetje een Dark Souls-achtige game, maar dan makkelijker. Maar weet je, de hele stijl van camera, weet je dat Dark Souls... dat is wel zo, toch? Meer Last of Us. Meer camera's. Nee. Jawel, redelijk wel, toch? Oké. Last of Us. Nou, oké, prima. Ja, maar Dark Souls camera is het ook weer niet. Oké. En dat vind ik dus ook met Battle Royale games. En nu krijgen alle games krijgen Battle Royale elementen. Dat gaat nu allemaal gebeuren. En dat vind ik eigenlijk het enige nadeel aan goede games, vind ik. Is dat dan iedereen dat gaat doen. Krijgen we nou heel veel God of War? Nou, trouwens, daar zitten we eigenlijk wel. Ik denk het wel. Een single player game nou. Nou ja, maar sowieso kan ik nu al niet wachten op nieuwe God of War. Want ze zouden gek zijn als ze niet een deel 2 uitbrengen. Ik denk dat deze game echt massaal verkoopt. Ja. Wat je sowieso ziet in God of War is ook weer niet... Kijk, voor de franchise is het nieuw. Maar ze hebben heel veel dingen natuurlijk van andere games geplukt. En het is nu ook al een trend in God of War om open gebieden te gebruiken. Het is een semi-open wereld, zoals Uncharted ook doet. En heel veel andere games. Ik weet even geen games te noemen. Misschien alle jij. Games, Far Cry. Of semi bedoel je? Ja, of open wereld. Ja, Tomb Raider doet het ook. Precies. Dat zijn gewoon heel veel games tegenwoordig die die trend al een beetje inzetten. En God of War doet dat ook. Dat je gewoon, ja, weet je, het is wel... Het verhaal is vrij lineair met heel veel sidequests. Maar je hebt dan wel open gebieden om te exploren. En die trend zet zich al bij deze game in. En ik denk dat dat de komende jaren alleen nog maar doorgaat. Ik ben er blij mee. Minder multiplayer games. En meer singleplayer. Ja, want, absoluut. En als God of War zo goed verkoopt, dan krijgen misschien publishers als Electronic Arts pannenkoeken. Ook het idee van, god, misschien moeten we ook wel weer gewoon leuke singleplayer games maken. Bedankt voor het kijken deze week. Wat vind jij van God of War? Vind je het overhyped? Vind je het fantastisch beste ooit? Zat je erop te wachten? Hou je van singleplayer? Hou je van multiplayer? Whatever. Dankjewel, Daniel. Ja, dankjewel, Peter. En laat een stelling achter voor volgende week.